Dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen snel, die helpt. Pieter maakt je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijft. Goedemorgen, dit is VWO Wiskunde A. Welkom bij Wiskunde met meneer Snel. Vandaag gaan we even terugblikken op alle differentiëerregels die je moet kennen. 6 VWO Wiskunde A. En twee kleine toepassingen van differentiëren. Dus laten we maar snel beginnen. De differentiëerregels, 6 VWO Wiskunde A, vallen uiteen in twee soorten regels. Basisregels en regels om afgeleiden met elkaar te combineren. En die regels om afgeleiden met elkaar te combineren, die staan op je formuleblad. En die staan ook in het boek bij die theorie A. Ik wil het eerst even hebben over de basisregels. De basisregels zijn eigenlijk dit. Als je functie van de vorm ax tot n gaat differentiëren, krijg je als afgeleide n keer a keer x tot de macht n min 1. Nou, deze regel heb je bij hoofdstuk 10 gehad. Dat hebben jullie pas dit jaar gehad, dus hij is nog steeds redelijk nieuw voor jullie. Maar dit heb je wel al een aantal keer gedaan, denk ik. En dit werkte niet alleen voor gehele n, dit werkte voor alle n. Dus als je bijvoorbeeld de wortel van x wilde differentiëren, dan kon dat op deze manier. Bijvoorbeeld, dus hier komt dan het voorbeeld. Zo, de wortel van x. De wortel van x kan ik schrijven als de macht van x. Dat is namelijk x tot de macht een half. En nu staat het in deze vorm, hè, die a is gewoon 1. En dat betekent dat die half ervoor komt, eigenlijk in half, weer x tot de macht min een half. En omdat jullie goed kunnen rekenen met exponenten, weten jullie dat dat minteken hier zorgt voor een deelstreep. En die half zorgt voor een wortel. Dus je krijgt als antwoord 1 gedeeld door 2 keer de wortel van x. Helder? Aaron kijkt vragend. Hier? Nee, gewoon de eerste. Oh, nee, het staat gewoon wortel x met rechte haak en een accent. En dat accent betekent we gaan differentiëren. Oké. Goed, nee, want anders is het heel makkelijk. Is de afgeleide gewoon 1. Goed. Nou, andere basisregel is een nieuwe basisregel. A tot de macht x. En heel veel mensen die in de stress zitten bij een ST of een beetje die regel vergeten zijn, denken van, oh, dat doen we gewoon hetzelfde als die. We halen die x ervoor en we halen er 1 van af en we zijn klaar. Maar nee, dit is een heel ander soort functie dan die. Dit is een machtfunctie, dat zijn parabolen en dat soort dingen. Dit is een exponentiële functie. En jullie hebben gezien dat bij een exponentiële functie de groeisnelheid evenredig is met de hoeveelheid. Als je 2 keer zoveel geld op je bankrekening hebt staan, dan krijg je ook in euro's 2 keer zoveel rente. Dus de groeisnelheid van iets wat exponentieel groeit is evenredig met de hoeveelheid. En dat betekent dat je nooit dit als afgeleide kan hebben. Nou, wat is dan wel de afgeleide? Hetzelfde ding, keer de ln van het grondtal. En die ln, dat was een e-log. En dat is op dit moment niet zo heel belangrijk. Je moet weten dat er een ln wordt uitgespuugd. De andere regel heeft te maken met log. Dat is a log x. Als je a log x differentieert, daar kan ik niet zo'n inzichtelijk verhaal bij houden als die. Van de snelheid is evenredig met de hoeveelheid of zo. Dit is gewoon een beetje een raar ding. En de afgeleide van dit ding hebben we ook al eerder gezien. Dat is 1 gedeeld door ln a keer x. Dus deze regel ken je al best wel lang. Deze regels waren net nieuw aan het eind van hoofdstuk 12. Die hoefde je niet te leren voor het ST. Dus het kan best zijn dat sommige mensen zeiden van, nou, laat het maar even zitten. Maar nu komt die regel wel terug. We doen even een voorbeeldje. Wat denken jullie van de afgeleide van e tot de macht x? Nou, e tot de macht x is van de vorm a tot de macht x. En misschien weten jullie al wel wat er uitkomt, maar ik wil het even doen met deze regel. Volgens deze regel is de afgeleide e tot de macht x keer de ln van e. Maar de ln van e is 1. En dat kan je checken door het intoetsen op je rekenmachine. En ik wil ook even iets intoetsen op deze rekenmachine, gewoon om het even te demonstreren, omdat ik daar opeens een sterke behoefte aan heb, om even te demonstreren wat wij hier allemaal kunnen. Dus de ln van e, dat is, even kijken, ln van e is 1. Dus de afgeleide van e tot de macht x is gewoon e tot de macht x. Mooi, hè? Komt dat bij jou ook eruit, Aaron? Ja. Goed zo. Goed, nou dit zijn eigenlijk de basisregels. En als dit alles zou zijn, dan zou het makkelijk zijn, misschien wel. Maar we gaan het natuurlijk wat moeilijker maken. Er waren regels om afgeleiden met elkaar te combineren. En één afgeleide regel die jullie heel vervelend vinden, is de kettingregel. Ja, dat dacht ik al.
Dus ik wil graag eigenlijk deze twee voorbeelden ook nog een keer doen, maar dan met behulp van de kettingregel. Dus ik wil eerst vertellen wat de kettingregel ook weer was. De kettingregel was dat als je de afgeleide hebt van een functie met iets erin, dan krijg je de afgeleide van die functie zelf met iets erin keer de afgeleide van iets. Dus het differentiëren van een functie met iets erin gaat hetzelfde als dat je gewend bent. Ik ga ook gewoon deze voorbeelden hergebruiken straks. Maar dan, ja, omdat het de kettingregel is, krijg je nog keer de afgeleide van wat erin zit. Dus laten we even kijken naar dit voorbeeld. De wortel van x² plus 1. Ja, we weten al dat de afgeleide van de wortel van x gelijk is aan 1 gedeeld door 2 wortel x. Toch, Tijmen? Ja. Oké. Maar nu hebben we niet de wortel van x, maar de wortel van iets. Nou, de kettingregel zegt dus, de afgeleide van de wortel van iets is hetzelfde als de gewone afgeleide, maar dan met iets ingevuld op de plek van x. Dus je krijgt 1 gedeeld door 2 keer de wortel van iets. Zie je dat? Zie je dat dit eigenlijk hetzelfde is als dat, maar dat op de plek van de x nu x² plus 1 staat? Zie je het verband tussen dit en dit? Maar, omdat we te maken hebben met de kettingregel, moeten we nog vermenigvuldigen met de afgeleide van wat erin zit. En de afgeleide van x² plus 1, dat is 2x. Dus je antwoord is 2x gedeeld door 2 keer de wortel van x² plus 1. En dan kan je ook die 2 nog wegdelen. En dan krijg je als antwoord x gedeeld door wortel x² plus 1. Ik doe net alsof dit allemaal heel makkelijk is. Maar ik heb al wat ST's nagekeken van jullie. En de som waarbij je dit moest doen. Er waren heel veel mensen die dat nog niet helemaal onder de knie hadden. Jafar? Sorry? Ja, dat heb ik al voor gedaan, online, weet je nog? Oh, oké. Okay. Ik heb voor de mensen die het nog niet weten, die niet gekeken hebben op Teams, ik heb een bespreking van de ST online staan, waar ik alle sommen gewoon doe. Ja? Oké. Okay. Dan, nog een voorbeeld. E tot de macht x gebruikt plus 1. Is de attention span nog lang genoeg om dit nog even te kunnen doen? Want ik wil ook nog twee voorbeelden doen straks. Oké. Dus we hebben net wortel x gedifferentieerd. Kwam dit uit, de wortel van iets. Dan kwam bijna hetzelfde uit met iets op de plek van x en nog wat rommel. Hè, keer de afgeleide van iets. Maar hoe werkt het dan met e tot de macht iets? Nou, dat werkt hetzelfde als hier. De afgeleide van e tot de macht x is e tot de macht x. Dus de afgeleide van e tot de macht iets is e tot de macht iets keer de afgeleide van iets. En de afgeleide van iets, ik heb dezelfde iets genomen als daar, zie je dat? Dat is gewoon 2x, dus je krijgt als antwoord 2x keer e tot de macht x plaats plus 1. Oké, nou zelfs als je dit helemaal kan volgen, als je straks gaat kijken naar die sommetjes 2 en 3, dan zal je zien dat er een heleboel smerige dingen in komen. En niet alleen maar de kettingregel, maar ook al die andere regels, de somregel en de productregel en de quotientregel. En ja, daar moet je zelf nog even naar kijken. Die staan in het boek bij Theorie A. Tot hier vragen of opmerkingen. Oké, dan wil ik nog twee toepassingen bekijken. Oké, ik heb de hoogte van een voetbal, mensen. Op tijd zit t. En de hoogte van een voetbal is min 5 t kwadraat plus, ja, wat zullen we doen? 3t plus 1. Ja, als je dit gaat tekenen, dan krijg je een parabool. En die ziet er volgens mij ongeveer zo uit. Maar dat wil ik eventjes checken, dus we gaan hem even invullen in de rekenmachine. I1 is min 5x². Nou, staat er nog een extra kwadraat of zo? Even kijken. Ga weg. Ja. Plus 3t, maar dat is dan x, omdat we geen t hebben. Plus 1. En dan ben ik benieuwd of ik een beetje de goede grafiek krijg. Ja, ik krijg wel de goede grafiek, maar ik krijg een beetje een raar window. Dus ik pas hem even aan. Tijdstip 0 begint de hele boel. Dat duurt volgens mijn plaatje niet zo lang. Die bal komt ook niet onder de grond. Dus i min is 0 en i max doen we ook maar 3. Krijgen we nu een mooie grafiek.
Ja, prachtig. Zie je dat? Echt heel hoog komt die bal niet. Even een inzichtvraag, hè? Dit hoef je niet te weten hoor. Maar welk getal kan ik hier aanpassen om ervoor te zorgen dat die bal hoger komt? Is er een makkelijk ding wat ik kan aanpassen? Wat zegt je intuïtie? Even, doe de intuïtie even met vingers, want anders dan weet ik niet wie ik mag vragen. Isa mag het ook zeggen trouwens. Ja, plus 1. Dan, als ik deze aanpas, dan begint hij hoger. Dus dan komt hij inderdaad wel hoger. Dus dat klopt. Dan krijg je dit. Even kijken hoor. Dan krijg je dezelfde grafiek, maar dan een stukje hoger. Oké, dat is een heel stuk hoger. Ja. Dat is niet het effect wat ik wilde bereiken, lieve mensen. Ja. Ik wil dit getal wat groter maken. Ik wil hier 7 van maken of zo. Oké. Oké. Ja, dit vind ik mooi. Hij is niet helemaal mooi in beeld, maar dat boeit niet. Oké, dan kan ik zeggen, bereken de snelheid van de bal op tijdstip 1. Oké, nou, de snelheid van de bal op tijdstip 1, dat kunnen we op heel veel manieren berekenen. Eén manier was met de rekenmachine. En die manier moet je nog steeds kunnen, ook als je kan differentiëren. Dat doe je met di dx op je rekenmachine. Dus je doet second trace en dan kies je voor optie 6. En dan vul je een 1 in, druk op enter en dan krijg je hier die snelheid in beeld. En die snelheid is min 3. Di dx op de rekenmachine bij x is 1 geeft min 3. Wat betekent dat? Wat doet die bal? Gaat hij naar boven? Nee, hij daalt. Dus je kan niet alleen de snelheid berekenen, je kan ook aan de afgeleide zien of zeg maar dat ding aan het stijgen is of aan het dalen is. En dat zijn meteen de twee toepassingen. Het berekenen van de snelheid en stijgen of dalen. Het enige probleem is dat ik hier de afgeleide niet voor heb gebruikt. Ik heb niet gedifferentieerd. Ik heb vals gespeeld door op mijn rekenmachine dit te doen. Ik kan het ook doen met differentiëren. Dat is het mooie van differentiëren. We kunnen dit exact berekenen. Je rekenmachine kan het niet exact berekenen, maar omdat wij wiskundigen zijn, kunnen we dat wel. Dus deze differentiëren, lieve mensen. Hoe werkt dat? Nou, de min 5t kwadraat wordt min 10t. En de plus 7t wordt plus 7. En die plus 1, die valt weg. Dus je krijgt hier, als we in die afgeleide nou die 1 invullen, krijgen we ook min 3. Dus met behulp van de afgeleide kan je dit soort snelheden exact berekenen zonder de speciale functies van je rekenmachine te gebruiken. En dat moeten jullie kunnen op het examen. Ze kunnen zeggen, bereken de snelheid met behulp van differentiëren. En dan moet je dat doen zonder di(x) op je rekenmachine. Cedric? Als er niet bij staat wat je moet doen, dan adviseer ik om het op je rekenmachine te doen, want het is de kans kleiner dat het fout gaat. Oké, zijn hier nog vragen of opmerkingen over? Dan gaan we nog even afsluiten. Nog een voorbeeldje doen. Waarvan? Iets moeilijker. Oké, er is een besmettelijke ziekte. En het aantal mensen dat besmet is, is 1000 keer 1,02 tot de macht t. Ja? T is 0 is 1 januari 2020. En T is in maand. Nee, is in weken. En dan vraag ik, bereken de toename van het aantal zieken op. Ik schrijf het gewoon op. Bereken de toenamesnelheid van het aantal zieken. Op t is 3. Nee, dat is niet leuk. Op t is 30.
in zieken per dag. Oké, okay, deze is een beetje gemeen. Maar ja, dat kan ook wel, denk ik. Cedric, jij wilde graag dit voorbeeld. Wat zou ik kunnen doen? Nou ja, ze vragen om de snelheid. En we hebben het net over gehad dat als je de snelheid wil berekenen, kan dat op twee manieren. Je kan op je rekenmachine dx doen, maar dat is flauw, want dit hoofdstuk gaat over differentiëren. Dus wij gaan dat doen met differentiëren. Wat moeten we differentiëren? Om een idee te krijgen wat er gebeurt. Dat is ook een goed iets. Ik maak even ruimte daarvoor. Laten we het dan maar even op de rekenmachine doen. En ik wil even het beeld van die rekenmachine ook hier in beeld hebben. Dan hoef ik minder krampachtig daarnaar te kijken. Dus dan moet ik heel even... De GR. Zo. Oké, daar zijn we weer. Goed, de formule van het aantal zieken gooi ik even in de rekenmachine. Dus dat wordt 1000. Duizend keer 1,02 tot de macht t. En dat ziet er tamelijk onschadelijk uit. Hè? 2% per week is dit toename. Dus ach, dat boeit niet zoveel. En het begint bij 1000. Dus je eiwindow moet ook beginnen bij 1000. Dus laten we ons eiwindow laten beginnen... bij ja, 0, van 0 tot 5000 of zo. Kijken of we dan genoeg hebben. En het aantal weken. Het is 2020 en we zitten nu ergens week 45 of zo. Week 46, weet ik veel. Week 50, nog niet. Dus we laten x lopen van 0 tot 47. Nou, wat krijg je dan in beeld? Dit. Een lekker rustig stijgende grafiek. Is dit wat je had verwacht? Nee, ik had wel iets extremer. Ja, ik had eigenlijk ook iets extremer verwacht. Ik had jullie de les willen lezen over exponentiële groei gaat sneller dan je verwacht. Maar dat valt een beetje tegen hier. Goed, maar nu wil ik de snelheid weten op tijdstip 30. De afgeleide. Dus nog even in herinnering roepen. Als ik g tot de macht t... ga differentiëren, is mijn afgeleide g tot de macht t keer de ln van g. Dus als ik 1,02 tot de macht t ga differentiëren, dan krijg ik ook zoiets. Dan krijg ik de afgeleide is gelijk aan 1000 keer 1,02 tot de macht t. Die 1000 blijft gewoon staan, hè? Dat is een constante waar je mee vermenigvuldigt. En dan moet je vermenigvuldigen met de ln van 1,02. Dit is de formule van de snelheid op elk tijdstip. Maar we willen niet de snelheid op elk tijdstip, we willen de snelheid op tijdstip 30. Dus nu kunnen we voor die t 30 invullen. A accent van 30 geeft 1000 keer 1,02 tot de macht 30 keer de ln van 1,02. Dit kan ik helemaal gaan intoetsen, maar ik kan het ook met mijn rekenmachine stiekem bluffen. Dat zie je toch niet als ik het nakijk. Hè? Dus dan vullen we die 30 in. En de snelheid is dan 35,9. Oké. Heb ik nu de vraag beantwoord? En elke keer als een leraar dat zegt, is het antwoord meestal nee. Waarom niet? Ja, die t hier, Jafar, is in weken. Dus dit antwoord is automatisch in zieken per week. Dus als je er zieken per dag van wil maken, moet je nog even delen door 7. Dus je doet... 35,9, eigenlijk met een onafgerond getal verder werken, maar daar ben ik nu te lui voor. Gedeeld door 7 geeft 5,1 zieken per dag. Oké, okay. Is dit een helder voorbeeld? Ja. Naar aanleiding van wat ik extra heb verteld, zijn er nog meer vragen gerezen? Ja. Hoe kom ik op deze ln of op die? Nou ja, het korte antwoord is staat op je rekenmachine. En het lange antwoord is, het is de logaritme die hoort bij grondtal E.
En E was die 2,71. En wat weet even nog, omdat we zijn toch leuk bezig. Wat was er bijzonder aan die E? Oké, dit is gewoon mijn stokpaardje. Het is voor jullie niet echt belangrijk. Maar die E is belangrijk. Want we hadden net gezegd, de snelheid bij exponentiële groei is evenredig met de hoeveelheid. Ja? Maar als je grondtal E is, dan is de snelheid niet alleen evenredig met de snelheid, of met de hoeveelheid, sorry, maar gelijk aan de hoeveelheid. Dus je groeisnelheid is gelijk aan de hoeveelheid. En dat kan je ook laten zien als je op de rekenmachine E tot de macht X gaat tekenen. Dus E tot de macht X. Ja, dit moet even allemaal weg. Dan krijg je dit ding. Oeh, die stijgt best hard. En als je dan di dx doet op een punt. Ik vind het wel interessant. Maar ik heb er wel begrip voor hoor. Even kijken. Dit voorbeeld maak ik nog even. Dan vraag ik nog een keer of er nog vragen zijn. En dan stop ik echt. Kijk, hier is mijn spinnetje. Zie je dat? Dus wat denken jullie dat de snelheid is op dit tijdstip? Voor de mensen die het kunnen lezen. De snelheid, lieve mensen, bij e tot de macht x is gelijk aan de hoeveelheid. En dat is alleen bij grondtal e zo. En daarom is grondtal e belangrijk en daarom vinden alle wiskundigen grondtal e geweldig. Maar voor jullie maakt het niet zoveel indruk, dus dat snap ik wel. Maar toch wil ik het even zeggen. Dus, nog vragen of opmerkingen? Nee? Dan gaan we afsluiten. Dank jullie wel voor de aandacht. Tot de volgende keer. Dag. Dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen, snel die huil. Pieter maakt je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijft. Hij kan zien als je het onverschrijft. Meneer Snel, broer, ja, dat is een feit. HBO of universiteit. Meneer Snel, die zorgt dat jij bereikt. Tienen halen, je zal niet gaan falen. Deze les is gratis, je gaat niet betalen. Om meneer Snel fout niet te haten. Vertel je moeder of vertel je vader. Ja, dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen, snel die huil. Pieter maakt je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijft.